Nou, een knapsie. Sexy. Dan maakt het nog fouten. Dit doet valt bijna. Honden! Hoi allemaal! We hebben vandaag weer een filmpje, maar deze keer iets anders eigenlijk als normaal. Want we hebben namelijk de 100 abonnees bereikt. Ja, het vinden we eigenlijk super leuk dat we de 100 abonnees hebben gehaald. Dus hadden we bedacht om een winactie te doen om jullie te bedanken. Ja! We hebben één pakketje samengesteld met een aantal producten daarin die wij zelf heel erg fijn vinden. En die willen we dan verloten aan iemand van jullie die onze YouTube kanaal geabonneerd is. En reactie plaatst onder dit artikel. Of onder het filmpje. Ja, en zullen we afspreken dat de reactie moet een idee zijn voor een volgend filmpje. Oké. Okay. Dus wat willen jullie daarbij doen? Noem maar een make-up challenge. Ja, dat wil Nicky heel graag. Maar je moet zelf blindfolded zeggen... Blindfolded make-up challenge. Je moet zelf blindfolded zeggen... Blindfolded make-up challenge. Maar Roes wil dit niet. Laat maar je niet door blindfolded make-up challenge. Blindfolded make-up challenge. We gaan door naar de producten. Ja. Naar de cadeautjes. Ja. Zijn cadeautjes. We beginnen met het eerste. We beginnen met ons favoriet. Ja. En dit is een Essence lipstickje. Die gebruiken wij allebei. Rode in 44 Almost Famous. En we hebben deze eigenlijk gekozen omdat wij deze alle twee zelf gebruiken. En die vinden wij zelf heel mooi en heel fijn. Dus die moest er gewoon in. Dus ja. Dat is het eerste wat erin zit. Het tweede product. Ook een product dat wij allebei in ons bezit hebben. Ja. En ook allebei regelmatig gebruiken. En dat is deze lipgloss. En dat is de... Waar staat dat? Hier. Oh ja, ik moet dit voorlezen. DE. En dat is de 120 Berry Good van Catrice. En het is een heel erg leuk paaskleurtje. Dus die zit er ook in. Ja. Dan hebben we een oogschaduwpaletje. Van Max. Ik weet niet hoe ik het precies moet zeggen. Pink en gold. En dat zijn het oogschaduwpaletje kun je dus droog en wel nat aanbrengen. Want het zijn baked eyeshadows. En dat vonden we zelf ook hele mooie kleuren. En zelf zijn we ook al bekend met deze paletjes. En die vinden we zelf ook heel fijn wegwerken. Dus deze zit er ook in. Ja. En dan het volgende product. Een body butter. Een shea butter is het. Om precies te zijn. Nou, altijd fijn toch? Om je huid te verzorgen. Die zit er ook in. Ja. Dan iets wat zeker niet ontbreken, zeker niet namens mij, is nagellak. Die moest er natuurlijk in. En we hebben er twee gekozen. De rode, want rood vinden we altijd goed. En Marloes draagt bijna altijd rode nagellak. En natuurlijk de paar glittertjes namens mij moesten er ook, kon ook niet ontbreken. En deze zijn ook van Max Makeup. Misschien dus ook leuk ook in. Om te combineren. Ja, zeker. Ja. Dus die ook. Oh, dat was echt een uur. Ja. En dan het volgende product. Ja, dat is een grote. Dit sieradenrekje zit erin. Hier kun je dan armbandjes of oorbellen. Nee, het is voor oorbellen. Hier armbandjes of kettingen. En dan hier onderin kun je ook nog sieraden neerleggen. Het is heel erg leuk voor op je kamer. Ja, ik heb hem zelf ook. Ja, ik kan het eigenlijk zien op de achtergrond. Nee, kun je nog niet zien. Oh. Normaal, als je bij sommige filmpjes kan het zijn dat die hier zo ergens te zien zijn. Ik vind het hele fijne rekjes. En ze zijn heel leuk om... Ja, staat die goed? Of, ja, staat heel goed. Staat heel goed. Ze zijn heel leuk om daarvoor te gebruiken. Dan hebben we nog iets. Een Blackberry hoesje. En gewoon een telefoonhoesje voor de Blackberry Bolt. En met paars en ja, donkerpaarse strepen zitten erop. Ik weet niet of je het zo heel goed kan zien. Maar die zit er ook bij. En dan doet het ene laatste product alweer. Ja. Het ene laatste cadeautje moet ik zeggen. Ene laatste. Oh, het laatste. Het laatste. Het laatste. Laatste alweer. En dat is deze lip smacker met Coca-Cola Sherry smaak. En dat is echt mijn lievelingsdrankje, Coca-Cola Sherry. Ja, die is dus heel lekker.
Ja, dan moesten ze natuurlijk ook hun lippen smekken van in doen. Ja. Dus het is eigenlijk een hoop. We hebben een hoop dingetjes verzameld. Ja. Nou, hopelijk. En dan kun je allemaal winnen. Hopelijk persoon. Jullie blij kunnen maken. En zoals we zeiden, is het dus voor één iemand. En ja, om mee te kunnen doen, moet je geabonneerd zijn op ons kanaal. En laat een reactie achter met een idee voor een volgend filmpje voor ons. Ja. Tot de volgende keer. Doei. Doei.